Ja, ik vind het heel spannend, maar ik weet niet waarom. Het doel is om vandaag gecanceld te worden. Dus let's go. Heb je een verslaving? Ja. Zou je ja doen? Nee. Ben je wel eens vreemd gegaan? Oh, jij gaat hier zulke lekkere titels uithalen, hè? Dames en heren, welkom weer bij een nieuwe video van mij. Tegenover mij zit André met de leugendetector. We gaan zo meteen even kijken of mijn kinderen eerlijk zijn. En we gaan kijken of Vincent Visser eerlijk is en Milan Knol. Dus ik ben benieuwd. Milana Valentina Sharak. Kijk hoe lang een nagel ik heb. Lieg jij veel op school? Nee. Klopt. Nee. Nee, het klopt, het klopt. Kijk jij veel af op school? Met wat? Wie vind jij liever, mama of papa? Mama. Pik jij wel eens snoepjes? Nee. Wel, ja, zie. Grapje. Luciano, vind jij papa lief? Nee. Ja, hij liegt. Liegt hij? Ja. Luister jij altijd naar mama? Nee. Nee? Dat klopt. Doe jij elke avond je tanden poetsen? Ja. Nee, niet. Nee. Nou, twijfel. Ga jij wel eens op tijd naar bed? Nee. Ik ging stiekem uit mijn bed. Dat is dus elke avond zo. En dat klopt, hè? Ja, jemer. Drama queen. Drama queen. Heb jij wel eens iets gestolen? Ja. Wat heb je gestolen dan? Snoepjes. Snoepjes? Waar? Met de kruid van. Heb je wel eens iets kapot gemaakt? Ja. Wat dan? Een kast op school. Een kast op school? Maar waarom? Ging per ongeluk? Ja. Hoe dan? Nou. Ging per ongeluk, dat klopt nog niet? Eentje die zat tussen de kast. Ja. En eentje duwde de kast ook. En ik. Oh, dus jullie deden met z'n drieën. Ah, was de juffrouw boos? Die was er niet. No, weten ze het wel? Ja, want de kast is eruit. De kast is eruit. Ze weten dat ze het alle drie hebben gedaan. Oh, dus jullie hebben alle drie straf gekregen? Ja. Ja? Ga je het de volgende keer weer doen? Maar dan zit ik in een andere klas. Zonder kasten. Oké, maar dat mag je niet meer doen, hè? Ja. Goed zo. Plas jij wel eens op je kamer? Nee. Ja, klopt dat? Heb je wel eens in een jacuzzi geplast? Nee. Wel. Grapje. Heel vaak. Heb je een vriendje? Nee. Ja, klopt dat? Ja. Heb je wel eens gekust? Nee. Ook goed. Ook goed. Ben jij verliefd op een jongen in de klas? Nee. Ga gewoon verder. Virginia, vind je het leuk om in papa's YouTube-video's te komen? Echt waar? Ja. En bij Enzo? Ook. Ook? Ja? Oké, Milan Knol. Vind jij hem wel echt een leuke YouTuber? Ja? Ja. En waarom dan? Omdat hij gamevideo's maakt. Omdat hij gamevideo's maakt. Online gamen. Hè? Dat doe jij vaak, hè? Ja. Doe je daar wel eens gekke dingen? Vertel je wel eens wie jij echt bent? Ja? Ik ga toch niet zeggen dat ik Henk heet? Wil jij in de kelder hier ook een game room? Ja. Wil jij ook game YouTuber worden? Papa, dat noem je gamer. Ja, ook gamer. Luciano. Ja? Vind je trekkers wel echt wel leuk? Vond je wel. Vind jij Milan Knol lief? Nee. Hij liegt. Hij liegt. Weet je wie er zo meteen komt? Weet ik niet. Milan. Nee. Echt wel? Echt niet. Echt wel? Hey Milan, welkom. Dus jij kan goed liegen, Milan. Ik weet niet of ik goed kan liegen.
Maar toen jij zei leugendetector, dacht ik, oh, dat is leuk, nog nooit gedaan. Nee. Alleen met zo'n elektrische schok, maar dat is een neppe. Ja, dat klopt. Dit is de real deal. Dit is de echte, want we hebben André hebben bij ons. En ik ben echt benieuwd. Ik heb wel een paar vragen voorbereid. Jij niet? Nee, ik heb niks voorbereid. Joh, hoe kan ik iets voorbereiden als jij mij letterlijk 6 uur van tevoren zegt, yo, man, heb je tijd? Dan kan ik niks doen. Dit is spannend. Ja, ik vind het heel spannend, maar ik weet niet waarom. Want ik heb niks te verbergen. Nee, maar dat is een k***, dat hè? Vind jij Enzo een goede broer? Ja. Vind je Miron top? Ja. Zou Enzo succesvol zijn zonder jou? Nee. Klopt. Het begin alleen, hè? Ja, maar begin. Ik kan wel een hele uitleg geven, maar... Vind je YouTube nog steeds leuk? Ja. Soms. Ja. YouTube is te veel veranderd. Dat klopt. YouTube draaide meer altijd om vriendschap en om het leuk doen. En het is nu 50-50. Ja. De ene kant is zakelijk, de andere kant niet. En... Nee, dat klopt. Dat ben ik wel met je eens, ja. Zou je stoppen met YouTube? Ja. 5 jaartjes of zo. Als je dood bent dus. Als ik dood ben, ja. Nee, maar als ik ga toch niet als ik 40 ben nog steeds jubilee hoepie. Ik denk het wel. Ja? Ja? Ik voel hem niet. Of zo. Nee? Ik doe het al 12,5 jaar. Bro. Ja, dat is wel heel lang. Ik heb soms niet eens meer zin om een video te maken, tenzij het me echt interesseert. Ja. Maar als het me echt interesseert, dan is het niet voor iedereen, maar voor een klein groepje mensen die dat ook echt interessant vinden. Bijvoorbeeld als ik praat tegen jou over mieren. F***ing leuk. Ja, de eerste 2 minuten, maar als ik een half uur doorratel. Ik vind het echt interessant. Ik vind natuur mooi. Ja, misschien Milan Vonk hier. Ooit. Mis je het single leven? Nee. Nee, hè? Dat ook door de leeftijd, denk ik. Er wordt voor me gezorgd, er wordt voor me gekookt. Ja, maar je vrouw is wel echt goed. Het is top. Ja. Ik zoek er ook nog een. Heb je tips? Oké, op Insta en op YouTube, heb jij volgers gekocht? Nee. Nooit? Nooit. Ja, dat klopt. Maar waarom kijk jij mee op zijn scherm en doe je alsof je het snapt en zeg je... Nou ja, nee, je hebt een steady line. Je hebt hier alles... een expert. Vind je Don een goede co-host in reageren op? De beste. Ja, de beste, ja? Ja. Bro, ik ben helemaal aan het zweten, man. Als ik nu mijn hand weghaal, dan zie je gewoon zo'n handafdruk. Ik weet niet waarom, maar je stelt de normaalste vragen ooit. Ja, ik ga niet... Oké, kom nu in spannende. Ben je vaak vreemd gegaan in vorige relaties? Nee. Ben je wel eens vreemd gegaan? Ja. Er is ooit een chick van mij vreemd gegaan. Toen dacht ik van, oh, dat is normaal. Toen heb ik dat ook vaak gedaan. Maar ook wel eens in de online wereld? In de online wereld? In Habbo of zo? Wat? Nee. Ben je wel eens met iemand in de social media vreemd gegaan? En de relatie gehad en vreemd gegaan? Nee. Nee. Ah, dat klopt ook. Ja. Vind jij fans leuk? Soms... Ja. Maar ik kan dat niet serieus beantwoorden. Kijk, sommige fans zijn heel vet. Zijn echt aardig, zijn echt leuk. Maar ik heb toevallig eergisteren nog weer een moeder met een zoon weer bij mijn hek gehad. Die dan weer naar binnen wil. En ik ga weg. Ja en nee. Nee, ja, je bent wel op je privacy, snap ik. Snap ik. Zou je ooit kinderen willen? Nee. Dat is niet echt. Nee, ik lieg? Oh. Huh? Oh. Dus gewoon, je wil wel. Ik doe wel. Ja. Wacht even, laat me even kalmeren. Laat me even kalmeren. Zou je ooit... Waarom wil je geen kinderen? Ik heb geen drang om 80-90% van mijn tijd aan iemand anders te voldoen. Ik doe het liever aan mezelf. Dus je bent meer egoïstisch? Ik ben heel egoïstisch. Ik ben loyaal en ik geef om anderen, maar ik ben egoïstisch in dat opzicht, ja. Ja. En misschien is het ook wel een soort van trauma, hoor. Dat ik een beetje bang ben dat ik mijn eigen vader word, die mij heeft verlaten. Dat kan ook. Maar daar heb je een psycholoog voor en niet een leugendetector. Heb jij een verslaving? Ja. Gamen? Ja, gamen. Ja. Maar het is wel een verslaving die je kan onderhouden. Als in, als ik een week wegga... Ja, dan game je niet. Nee, ja, dan mis ik het niet. Als ik terugkom, ga ik het eerste wat ik doe is game. Oké. Zou je wat veranderen aan jezelf? Ja.
Ik denk dat wat ik zou willen veranderen aan mezelf, maar waar Elisabeth, mijn vriendin, mee helpt, is dat ik soms wel eerlijk kan zijn, maar niet gemeen eerlijk of hard eerlijk. Stel, jouw shirt vind ik niet mooi, dan zou ik zeggen, het shirt is lelijk. Maar daar kan ik misschien jou mee kwetsen, dus ik zou dat anders moeten zeggen, ik zou dat shirt niet dragen, want ik vind hem niet zo mooi. Ben je blij met je badkamer? Ja. Maar ik moet zeggen, er is één nadeel aan de badkamer en de wc's die ik... Ik moet even knippen hoor, maar... Ja. Zwart. Ze zijn zwart, dus ze worden snel vies. Ja. Maar mijn vriendin houdt van schoonmaken. En ik heb haar voor de verjaardag een nieuwe stofzuiger gegeven en ze was over de moe. Zal ik haar een keer twee nieuwe witte wc-potten geven? Kan. Okay. Ja, maar je wil niet dat ik mijn hand nu omhoog. Oké, ik wil dat even zien. Ik ben aan het zweten. Kijk dan. Leuk dat je er bent. Ja, leuk, gezellig. Weet je wat we gaan doen? Nee. Nee? Nee, helemaal geen. Ik krijg straks wat dingen om je vingers. Ja, oké. Maar dit is een leugendetector. Leugendetector. Oh joh, dat wist ik niet. Je had acteur moeten worden. Het doel is om vandaag gecanceld te worden. Dus let's go. Het nummer, je hebt onlangs een nieuw nummer. Hey meisje. Ja. Heb je dat genakt van iemand anders? Nee. Ja, maar ik word zenuwachtig van dat gelachen zo, maar dat is niet zo. Heb je er wat zin uitgehaald van iemand? Nee, niks. Sound heb je gejat van iemand? Ik heb niks geluisterd van een ander nummer, niks. Mag ik uitpraken? Uitpraken? Uitpraken. Nou, dat klopt wel aardig, hè? Ja. Verdien je meer als 4000 euro per maand bij GTST? Nee, het lag eraan. Het ligt eraan hoeveel je, zeg maar, hoeveel ja aflevering... Ja of nee? Soms ja, soms nee. En meer als 10.000 per maand? Nee, echt niet. Ja. Was maar zo'n feest. Ik hoop dat hij mogen als geschoten. Ja. Ben je gelukkig? Ja. Ja? Zit er iets meer? Ja, het kan altijd beter, maar ja. Ik ben momenteel wel gelukkig. Nou ja, er zijn gewoon veel meer dingen die ik wel wil bereiken nog. Zeg maar, mijn muziek wil ik harder mee knallen. Structuur, zeg maar. Gewoon vaste... meer structuur, ja. Gewoon meer vastigheid, ja. Dat is nu wel wat ik nog een beetje aan het zoeken ben. Ja. Ga je stoppen met goede tijden, slechte tijden? Daar moet ik even over nadenken. Ik ben toch al gestopt? Ja, maar als ze je vragen, zou je weer terugkomen? Nee, ik zou niet terug willen en niet vast. Zeg maar, ik zou het wel leuk vinden om bijvoorbeeld dan 3 keer per week langs te komen. Of, gewoon in de kroeg de koning. Ja, gewoon ik zou een verhaallijn willen die zeg maar af en toe nog terugkomt. Ja. Maar ik weet niet of ik echt fulltime weer terug wil. Nee, ik vond serieus dat zei ik gelijk toen ik er zeg maar klaar mee was. Je zat zo in een hele snelle trein. Dat hoor je wel vaker, maar ik was ook 18, dus ik vond best wel veel op dat moment. Wordt er veel gefaked bij goede tijden? Alles is nep. Ja, hoezo wordt er veel gefaked bij GTST? Alles is toch nep? Ja, domme vraag ook. Op social media, ben jij eerlijk, oprecht en niet fake? Ja. En dames en heren, jullie weten het antwoord. Kijk, tuurlijk heb je bepaalde... Je doet natuurlijk wel... Nee, kijk, natuurlijk, je hebt af en toe, zeg maar... Als je een story maakt, dan ga je dan... Kijk, jij denkt er natuurlijk helemaal niet over na. Jij doet gewoon... Maar als ik mijn story maak, dan denk ik vanavond... Oké, ik ga dat zeggen, weet je wel. Dus dan fake je niet wat je zegt of zo. Maar je fake wel even dat je het bijvoorbeeld even net even wat hyped erover. Ja, ik nooit. Nee, jij bent gewoon compleet jezelf. En dat is soms ook een beetje het probleem. Zou je later kinderen willen? Ja. Heb je nu al ergens kinderen? Ja, 5. Oh ja! Hoe belangrijk is jouw vinkje? Zou je het erg vinden als die nu wordt weggehaald? Ja. Waarom? Ik vind het gewoon serieus gewoon leuk staan. En het staat ook wel soort van een beetje professioneel. Alleen aan de ene kant maakt het denk ik ook misschien niet uit. Want ik weet, wat doet een vinkje nou eigenlijk? Ben jij professioneel? Nee. Heel steady hoor. Ja. Helpt zo'n vinkje bij de dames? Dat denk ik wel. Ik wilde net zeggen, ik heb er nooit gebruik van gemaakt of iets. Ik was ook nooit iemand die echt ging sliden in DM's of zo, weet je wel. En kijk, af en toe een likey of zo wel, maar ik heb er nooit echt direct profijt van gehad of zo. Ja, maar zo ben ik ook misschien niet. Ik ben ook niet zo. Ik ben ook niet echt, als ik ook uitga, dan ben ik meer van, ik wacht wat een beetje af en ik sta lekker gewoon te chillen met geen chansen? Nee, eigenlijk niet. Dus kom eerder naar jou toe in plaats van jij naar hun? Ja, misschien, ja, wel eerder, maar ik zou ook nooit in de club al sowieso niet op iemand afstappen. Zou je met Busy een nummer willen maken? Ja. En nee. Ja, het is een beetje dubbel. Nou, aan de ene kant is het natuurlijk hard, want hij heeft natuurlijk ook al gewoon een gevestigde naam. Alleen vind ik de laatste tijd dat hij heel veel probeert. John West.
Ja, maar zeg maar, hij maakt nog steeds gewoon goede muziek en zo. En ik heb, maar ik weet niet of het past sowieso. Misschien niet bij mij, de stijl van Busy. Zou je met Jorik een nummer opnemen, nu ook in deze vibe? Ja, nee. Want het kan gewoon niet, denk ik. Ik moet zeggen, ik vind zijn muziek nog steeds hard. En ik luister het ook af en toe nog. En ja, ik heb wel altijd gezegd van... Jorik was wel altijd, samen met Justin Bieber, was wel een voorbeeld voor mij. Dus ja, maar nu kan het gewoon niet. Al zou je dat wel willen, het is niet mogelijk eigenlijk. Want je verpest het echt voor jezelf. Nou, hij ligt niet. Nee. Nee. Wat zou je veranderen aan jezelf? Ik zou dunner willen zijn. Ik ben echt dik aan het worden. Gewoon echt, ik ben echt een bonkie aan het worden, man. Voor de corona niet. Nee, toen, voor de toen corona je net een was beetje ik echt, in het begin de corona ontmoette, zeg maar. Ja, toen was hier ik... buiten glijden, zeg maar. Maar weet je hoe dat toen kwam? Toen was je echt wel ripped. Ja, toen was ik gewoon ripped, gewoon goed gespierd. Op een gegeven moment zat ik bij FC Creators. Maat, jouw shirt ging. Jij zei het ook gewoon als je shirt, maat. Ja. Het is nu wel beter al, maar dat komt omdat ik ging op mezelf wonen, zeg maar. Ja, dat is drama. En eerst wachten we van mijn moeder, lekker koken, lekker groenten. Ik heb nog lekker groentesoep van je bij je moeder. Ja, maar zeg maar, en dan ga je op jezelf wonen en dan is het toch makkelijk. Hey, dan bestel je even wat, maar ja, dus het bestellen is altijd bijna slecht. Zou je jaden doen? Nee. Het is niet ook een vraag. Ja, maar dit is hetzelfde als net bij Mina. Je schrikt gewoon van de vraag. Je denkt, wat de fuck is dit? Ja, maar kijk, je begint al gelijk met lachen. Zou jij ooit jaden afpakken van Gio? Nee. Ja, maar je lacht, maat. Ja, nee. Okay. Veel mensen dachten dat wel, hè? Want ik had natuurlijk bij Gio gewoond. En daar ben ik toen weggegaan. Maar ze dachten allemaal dat ik weg ben gegaan omdat ik verliefd was op Jaden en Jaden verliefd was op mij. Klopt dat? Oh, jij gaat hier zulke lekkere titels uithalen, hè? Is Gio wel echt een maat van jou? Ja. Vond je het kunnen dat Gio met Jaden een relatie had toen zij wat jonger was? Ja. Hij is best relaxed, hè? Ja. Nou, nu ben ik aan de beurt. Leuk, de rollen zijn omgedraaid. Ja, dit vind ik leuk. Dat vind je leuk, hè? Ja, dit vind ik leuk. Nou, vertel het eens. Heb je al ooit iets illegaals gedaan? Zat. Heel veel. Ik verkocht op school, toen ik 14 was, sigaretten, illegale sigaretten. Stiletto's, vuurwerk. Wie doet er meer in het bedrijf, in Tegeldepot? Ilko of jij? Ilko. Maar wel andere rollen, zeg ja. maar. Heb jij alles zelf opgebouwd? Ja. Klopt ook. Had je liever minder kinderen gewild? Ja. En waarom? Maat. Dat is toch... heb je gezien hoe druk het is? Ja. Maar nu, kijk als je van tevoren had gepland, zeg je van nou, ik neem er twee. Maar nu zijn het geen nummertjes meer. Het zijn nu echt je kinderen, dus het zijn, dit is top. Ben jij blij met je media-aandacht? Ja. Klopt dat? Ja. Oké, nou ja. Ook zakelijk goed. Ben jij... gelukkig met je leven nu? Ja. Ja, dat klopt. Nou, fijn voor je. Ja. Oké, Milan. Mijn beste maat zit nu naast me. Wie is jouw beste maat? Ilko. Maar jouw beste maat zit naast jou? Ja, het is nu even gewoon, omdat ik hoop dat die... Oh, vond je dat leuk? Het was een bruggetje. Ja. Wil je alleen de vraag met ja nee beantwoorden? Ja. Nee, laat ik rustig beginnen. Heb jij ooit je penis in iets gestoken waar het niet hoort? Nee. Klopt het niet? Waar heb jij jouw penis ingestoken waar je dacht dat het niet hoorde? Washand. Mijn sok. Nee. Heb jij ooit je school afgemaakt? Nee. En zou je willen dat je kinderen hun school afmaken? Heel graag. Ja. Ik ben er ook heel druk mee bezig. Gesprekken op school, dit, dat, dus... Vind je dat niet een beetje egoïstisch klinken? Ja, maar dat was toen de tijd en dit is nu. Toen was ik egoïstisch en ik luisterde naar mijn moeder met de ateneum diploma en gymnasium diploma van mijn vader. Maar waarom moeten jouw kinderen dan wel dat afmaken en jij... Omdat ik zeg maar, nu merk ik met punten, komma's, Nederlandstalige dingen, schrijven, Engels, al dat soort shit zeg maar. Daar heb ik nu wel meer moeite mee dan als je je school had afgemaakt. Dan vind je het moeilijk om ja en nee vragen te beantwoorden? Hou je van je vrouw? Ja. Zou je haar ooit delen met iemand? No way. Ik ben zo jaloers. Is social media gevaarlijk? Ja. Is social media belangrijk voor jou? Ja. Oh. Maar heb jij nog een doel met een aantal volgers behalen? Nee. Al zijn ze allemaal weg, dan ben ik zin bij geen
Ik koop er niet minder een broodje bij dan het bakker, zeg maar, minder of meer. Okay. Dus nee, ik vind het gewoon leuk om te doen. En... ik ga al wel op likes en volgers, ga ik heel goed op. Alleen, als het weg is, is het weg. Oké. Okay. Nou, Vincent, Milan, wat vonden jullie ervan? Zweterig, maar leuk. Ja, hè? Was nat, hè? Ik was van tevoren wel echt zenuwachtig, maar het eigenlijk... viel wel mee, hè? Ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Blauw duimpje omhoog, wit duimpje, wat is het? Als je het duimpje klikt, gebeurt er wel wat leuks. Ja? Een nieuwe animatie. Ja, nee, serieus. Oké, dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog en tot de volgende video. Ciao!